Voilà, inderdaad, heropening horeca 9 juni. Wij zijn richting Scharpoort uitgekomen, Café Cultuur. Naast mij staat de zaakvoerder Dirk Roels. Je straalt, en dat mag ook, denk ik. Ja, inderdaad. Het heeft lang genoeg geduurd, in feite. En we zijn blij ook weer klanten te kunnen ontmoeten hier binnen. Want oudere mensen snakten eigenlijk ook naar binnen te kunnen zitten. Zelfs met zo'n prachtig weer hadden we vandaag toch een tafeltje of 10 binnen. Hoeveel tijd heeft het totaal niks geweest hier? In totaal niks. Ik denk dat we 7 maanden dicht geweest zijn. En dan de heropening was enkel buiten en de wiergoden zaten ons niet mee. Dus we zijn echt gelukkig vandaag dat we binnen terug open mogen eigenlijk. Ja, ik zie dat er een prachtig initiatief genomen is. De terras mocht open. Prachtig overdekt hier, hè, dat terras. Ja, we hebben een tent gehuurd eigenlijk, omdat we niks overdekt hebben. Buiten hier een klein beetje die luifel. En we hebben die tent hierbij gezet om een 40-tal extra plaatsen te kunnen creëren. Ja, ondanks het koude weer waren ze in het begin ook niet ingenomen. Dat was een beetje het probleem. Ja, het is wel een ruim terras, hè, maar als de weersomstandigheden tegenvallen, dan is het ook niet je dat. Hè? Ja, zo is het inderdaad. We gaan die tent ook heel de zomer laten staan, omdat het aantal plaatsen nog altijd beperkt is met de afstand binnen. En zo kunnen we ook meer mensen zetten, ook als het inderdaad slecht weer is. En het zou af en toe dus durven regenen, dat is ook zo. Hè? Dat is het zo, ja. En de gemeente heeft ook van alles georganiseerd hier in de tuin dit jaar. Dus ook als het iets minder weer is, dat de mensen toch kunnen zitten. Juist. Het restaurant binnen ook open. Afstand is daar aan de orde, dat is belangrijk. Maar ik neem aan dat dat leuk is, hè? Dat de volledige capaciteit kan benut worden. De volledige capaciteit is het niet. We hebben een 30-tal plaatsen moeten inboeken binnen eigenlijk. Maar ik ben wel blij dat we terug veel meer mensen kunnen ontvangen en op een veilige manier. De traditionele kaart met de traditionele dagschotels, is dat ook opnieuw opgedaagd of is dat nog niet zo? Daar zijn we vandaag voor de eerste keer weer mee gestart, omdat er nu weer een constante in zit. En als er enkel buiten was en het weer was iets minder, er zat geen constante in. En daarom zijn we pas vanaf vandaag daarmee van start gegaan. Juist. Af en toe, nee niet af en toe, ik hoor dus ook dat cultuurvoorstellingen opnieuw gaan kunnen. De theater zal dus ook in gebruik genomen worden. Hetgeen ook succesvol is voor Café Cultuur, denk ik dan. Ja, in feite is alles wat in het centrum georganiseerd wordt een grote plus, of een grote surplus eigenlijk voor ons. Maar binnen zelf, normaal maar pas vanaf september, maar hier is eigenlijk buiten van alles georganiseerd ook cinema. Maar als het slecht weer is, kunnen die wel binnen met een aantal personen met een 1,5 meter afstand. Dus ja. Ik herhaal mijn intro, je straalt dus, hè? Ja, ik straal inderdaad, ja. Succes. Dank u wel. Voilà, we hebben het inderdaad gehoord. De horeca is weer gelukkig. Ze zijn opgestart sedert vandaag. En we wensen u inderdaad alle succes toe. Verzilver vanaf nu je KH Waardebon bij de lokale handelaars in Knokke-Heist. Het tegoed van de Waardebon werd automatisch gestort op dezelfde kaart of QR-code waarmee je de afgelopen maanden gespaard hebt. Koop er iets leuks mee of ga heerlijk dineren bij de deelnemende handelszaken. Heel wat zaken verwennen bovendien hun klanten en bieden leuke extraatjes aan als je de Waardebon bij hen besteedt. Heb je nog vragen of hulp nodig? De baliemedewerkers van de gemeente Knokke-Heist helpen je graag verder. Alle info op knokke-heist-waardebon.